Ik ga ook gewoon achter haar staan. Hey, boe. Ah, sta ik ineens voor haar? Nou, nah, dat oh, is. Oh, het is Glacia, het is niet echt. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Alpha Lock met Sander van Gaming SB. En misschien is dit wel de laatste aflevering, wie weet het. Als wij heel erg hard falen, ja, dan wordt het wel een dingetje. We moeten heel eventjes gaan kijken, want ik denk dat we moeten kijken welke Pokémon we gaan inzetten. We moeten eerst tegen een Dark Pokémon. Wat is goed tegen Dark? Fight? Fighting, Bug. Ja, ik heb dus één dingetje. Je ziet hier mijn team. Ik heb daar een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb wel heel veel dingen gekocht. Dus... Ik heb een bug Pokémon, alleen die is die is poison natuurlijk. Die is helemaal geen psychic. Oh, dan kan ik Dustox gebruiken. Dan ga ik Dustox gebruiken. Oké, misschien dat ik dan nog een kleine kans heb. En anders, weet je, dan is het hier ook afgelopen. Dus het is hier sowieso afgelopen. Of we nou winnen of niet. Ja. Goed, ik ga daar naartoe. Dit is echt vet. De doors closing. Nee, nu ben ik terug. Ja, dit ziet er wel echt vet uit. Het lijkt op ground dit, maar... of fight, maar dit is een dark leader. Ja. Ja, ik snap wel waar je vandaan komt. Dat zand dat naar beneden valt. Fighting dojo. Oh, je moet in die fighting dojo. Misschien ziet het daar meer dark uit. Ja. Yeah. Dat valt ook vies tegen. Ja. Let's go! Spannend! Oké, zit niet. Op zich, kijk, deze kan ik denk nog wel aan. Ik bedoel, ik heb mijn blinde bandiet. En ik heb mijn Fungi die ook natuurlijk fighting is. Machtige hyena. Ja. Oké. Nou, ik vind het wel oprecht spannend. Holy damn, dit is vet gedaan. Mm-hmm. We beginnen al met een Intimidate. Dus het wordt al echt een feest. En ik ben natuurlijk al niet zo sterk met Dustox. Ja. Oh, one hit KO. Laat maar. Wat voor rating had deze game? Bij mij staat bij dat deze game dus niet echt een hele hoge rating had. Of een lagere rating voor Pokémon games. Best raar, want ik vond deze heel vet. Niet. Ja. Maar dat komt ook omdat Hoenn is mijn lievelingsregio, zeg maar. En aangezien dit een remake was, zeg maar, vond ik wel vet. Ja, die van mij niet. Maar als ik dit zo zie, dan denk ik wel van holy damn. Het ziet er wel allemaal mooi uit. En leuke game gewoon op zich al. Maar ja. En in de postgame kan je ook allemaal andere generatie Pokémon's vangen, zeg maar. Ik one hit KO alles. Wat? Ja. Ja, ik dus niet. Oké. Ja, dan doe ik toch maar Sky op. Oeh, hij is eerst uit het Crunch. Oké. Yes, 1 KO. Oké. Blinde bandiet krijg ik ook nog. Absol, oké. We gaan gewoon keep battling doen. Ik denk dat die Absol aan kan. Level 52, dus op zich. Ja, 3 leveltjes hoger. Ja, geeft me een 1 KO. Oké. Ik heb er nu al wat vertrouwen in. Dat is mooi. Shift 3, kijk. Dat is een ander verhaaltje. Ik heb Sydney verslagen. Toch een blindeband niet. Oké, je hebt hem verslagen. Daarna komt Buck. Nee, Ghost. Oh, Ghost, oké. Doe maar close combat. Fake out, dat is een slimme move. Ik zal zo meteen voor de trainer wel even op jou wachten, ja? Dat we op hetzelfde moment... Dat is lief. Ik ben heel lief. Extra sensory, deze shift tree, what the fuck? Oké. Defense fail, dat boeit allemaal niet, want ik ga toch switchen, waarschijnlijk.
Oké, Pentapocken level 39. Nou, dat is nu echt... nu kan ik hem ineens gebruiken. Oké. Oh, Phoebe is dit, ja. Ah. Is dat een ghost type? Ja, een ghost type. Dat wist ik echt niet. Yes! Oh, Ruffskin. Oké, nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat kleine beetje damage dat het deed. Oké, nu komt zijn Mega Evolve, denk ik. Zijn laatste Pokémon. Hij heeft geen Mega Evolve. Oh, niet? Nee. Oh, joh, ik dacht dat elke Elite 4 member een Mega Evolve had. Nope. Oké, dan heb ik iets meer hoop in de Pokémon League. Volgens mij alleen Steven. Oké. En dat is een mega shiny... hoe heet dat? Nee, heeft geen shiny. Metagross, toch? Oh, ik dacht... Oké. Sun and Moon was de eerste game met een trainer die ook een shiny Pokémon had. Volgens mij ook dan de enige. Die in de anime, denk ik, shiny Metagross, of niet? Ja, volgens mij wel. Het zal dan wel, ja. Ik denk al van, hij had toch een shiny, maar... Oké, deze man is verslagen. Dat is hartstikke mooi. Ik ben trots op je, Sander. Oh, wauw, dit ziet er vet uit. Ik krijg wel Lilo en Stitch vibes van Phoebe. Ah, ja, kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is wel echt ghost, ja. Als jij met haar gaat praten, moet je het zeggen. Ja, dan ga ik ook met haar praten en dan beginnen. Ja, dat doe ik. Ja, ik wil deze aflevering denk ik wel de hele Pokémon League gaan doen. Of we moeten zo meteen heel lang vastzetten. Dat wordt echt een climate uploaden. Maar goed, dat maakt niet uit. Oké, ik ga nu met hem praten. Ghost was het, hè? Ja. Oké. Oh, wacht, dan kan ik fighting beter niet. Ah, daar heeft fighting niet. Geen zin. Oké, Phoebe, kom op. Ik denk al, waarom praat hij niet? Maar ik had nog één stukje verder moeten lopen. Dat vind ik wel grappig. Dat ik er ben. Mm-hmm. Ik snap niet waarom. Ik ben hier heel serieus Pokémon League aan het doen. Hohohoho, jij ook hier. Oké. Elite 4 Phoebe sent out at Dusclops. Het is een beetje een raar figuur, die Eevee, hoe ze beweegt en zo. Die Phoebe, ja. Yeah. Maar goed. Ik vind haar ook veel meer op gras lijken. Ja. Eruit zien. In ieder geval niet per se op Ghost. Nee. Oh, Confuse Ray, dat is echt kut. Kom op, Glalie. Ik ben trots op je, Glalie. Oké, de Dusclops is dood. Bij mij nog niet. Confuse Ray, nee. Oké, gelukkig heb ik niet mee gevolgd. Want dan kan ik nu switchen. Sableye heeft geen dingen, toch? Twee weaknesses. Geen enkel. Nada, noppes. Dat is echt kut. Niks. Niente. Ja. Dat is ook nog een... Oké, Burnt. Lek voor je. En doe maar die Confuse Ray. Doe maar die Confuse Ray. Ik ga toch switchen. Oké. Hij doet een rock aanval. Dat heeft veel damage. Oké. Ja, tegen welke Pokémon deed hij damage? Walrein. Oh. Nee, niet Future Sight. Oké, dus ik maar. Ja, ik moet voorzichtig zijn met mijn Earthquakes natuurlijk, dus doe maar Surf. Oké, Dusclops is dood bij mij. Volgens mij ga jij je toch soepeler doorheen dan ik. Maar ja, ik heb ook maar 4 Pokémon die ik echt kan gebruiken. Ja, dat is ook niet. Alhoewel, hier is de Sableye al. Dus. Oeh, hij kan Fire Punch! Oh, dat viel wel mee. Maar hoezo kan hij nou weer Fire Punch? Wie? Sableye? Nee, Dusknoor. Ja.
Dus Knorr. Ja, dat is wel raar. Alhoewel, hij heeft wel handen. Oh, dus... hij heeft full restore ook nog. Godverdomme. Fake out, oké. Ik had beter full restores kunnen kopen in plaats van hyper potions, zit ik me nou te bedenken. Ja. Ja, ik heb ook beide gedaan hoor, maar... Of heb jij überhaupt niet? Nee, ik heb helemaal geen full restores gekocht. Ja, dat is minder. Een full restore, dat doet ook confusion volgens mij. Ja, weet je het zeker? Ja, ja, dat zou best kunnen trouwens. Mij wel. Oké, Gerrit. Benet, ja. Oh, dan ben je echt al een heel stuk verder. Nee, de Benet heb ik nog niet gehad. Hij doet 2 keer full restore op de Duskwa. Okay. 2 keer. Wat? 2 keer? 2 keer een full restore op de Duskwa. Oh, op dezelfde Pokémon ook. Ja. Tja. Quiverdance, is die een beetje goed? Niet dat ik deze Pokémon überhaupt ga... Oh, ik heb hem gefrozen. Super nice. Oh, hij kwam er weer uit. What the fuck? Omdat hij Fire Punch doet. Nee. Oh, mag ik hier om lachen? Ja, dat mag wel. Dat mag wel. Het is meer zo van lachen van wat is dit voor bullshit. Ja. Yeah. Zo. Niet, dan ben niet ik om... wel inmiddels wel gewend hoor, dat ik elke keer die bullshit heb. Benet? Wacht, heb ik niet al een Benet gevochten? Misschien heeft hij 2 Benets. Heeft ze 2 Benets? Ja, ze heeft 2 Benets. Wat een diverse team. Oké, hè, Dusknoor is dood. Dusknoor, oké. Ja, die heb ik nu ook. Ja, ik moet nu nog tegen 2 Benets. Maar ik heb pressure, dat is echt kut, want ik heb geen PP heals gekocht. Ja, dat is kut. Surfed maar. Ik heb verder surfed niemand meest... meer met een dark aanval, dat is ook jammer. Ice Punch? Oh, dat is neutral. Ja, oké. Nog maar een keer surf. Dan heb ik nog maar 6 surfs over. Oh, dat wordt dit zo. Niet zo gunstig. Dus pas de 2e gassie. Heb jij haar al verslagen? Nee, ik moet nog 2 Benet. Heb ik geen enkele PP move? Healing? Ja, ding? Die heb ik net wel gebruikt, een Aether. Die had ik nog. Ah ja. Okay. Oh, bijna. Mac Eater heb ik ook. Oké, ik heb wel wat spul, dus. Ik heb ook heel veel van die Sinks en Carbos. Mm-hmm. PP Max. Oké, ik heb 1 Benet dood. Oké, chill. Ik leer Sheer Cold, maar dat ga ik niet doen. Nou ja, ja. Je kunt het doen, in principe. Het is wel risky play, maar... Mm-hmm. Op zich... Als je echt een no bent... Ja, nee, ik zou hem dan ook niet doen, trouwens. Nee. Oh, ijs. Oké, dat wordt nog wel een lastige. Nou ja, 1 voordeel. Ik kan mijn Geodude niet inzetten dat hij doodgaat door een Ice Move, want Geodude is al dood. Heb jij Phoebe wel al verslagen? Ja. Oké, wacht jij dan wel op mij? Ja, tuurlijk. Netjes. Oh, en de crit team ook weer. Ik word zo moe van dit spel. Oh, fighting is natuurlijk ook super effectief. Dat scheelt. Kom op, crit hem alsjeblieft. Of flinchen mag ook. Oh, hij is dood. Nice. Oké. Het scheelt bij mij wel. Ik heb echt 34 hyper potions. 15 max potions. En 31 full restores. Dat gaat vast goed komen. Dus in dat opzicht. Heb ik er wel vertrouwen in. Ik alleen ook... PP. Een beetje een dingetje. Ik moet ook heel even kijken of ik kan healen of zo. Heb ik. Ik heb een full heal. Dat is super nice voor. Voor de poison.
En dan pakken we, even kijken, de Hyper Potion. Eentje hier. En eentje daar. En zullen we het ook nog even hier doen? Ja hoor. En de volgende was ijs, zei jij, hè? Ja, ijs. Lijkt het op. Ja, ja. Dat wordt ook lastig. Hoe ga ik die ijs-Pokémon snel verslaan? Ik heb geen Fight of Fire-Pokémon, dus dat is echt een probleem. Dus dat wordt denk ijs, ik... Ijs, wat dan meer super effective. Ground? Nee. Nee, ijs is super effective op ground. Dus oké. Okay. Ik ga heel even kijken wat de super effective op Glalie. Ah, ik ga ook al kijken. Fight en... Rock. Rock. En steel. En fire. Dus eventueel een steel of een rock. Volgens mij heb ik ook geen steel en rock aanvallen. Loop in ieder geval vast die kant op. En dan moet ik even kijken wie ik in ga zetten. Nee, ik heb geen steel of rock aanvallen. Ik kan wel nog een rock aanvallen. Wat super effective is? Nee, maar ik ga even kijken of ik een rock aanval kan leren. Want volgens mij heb ik nog rock toomp in mijn... Zolang je maar niet je Dragonflying Grass of Ground Pokémon inzet. Ik weet niet of je die hebt, maar daar moet je gewoon mee oppassen. Ja, ik heb twee. Nee, ik heb één Grass Pokémon, ja. En ik, ja, dus dat wordt wel een probleem. Maar misschien kan ik nog inderdaad, wat ik zei, voor een Rock aanval gaan. Rock Tomb. Even kijken. Rock Tomb aan Walrein. Is er een aanval die ik kwijt kan? En dan moet ik niemand kwijt. Kan bij mij... hoe heet het? Niemand kan bij mij X's hoor. Dus ik heb hem wel heel leuk gehaald, maar... Ah. Ja. Ik ga geen Rock Tomb leren, want ik heb 2 HM's en die andere 2 zijn Earthquake en Blizzard. En Blizzard heb ik nog nodig en Earthquake misschien ook nog. Ja. Dus dan gaan we maar ijs bestrijden met ijs. Ja. Oké, okay, Agatha. Dit is Agatha, toch? Ik praat nu met haar. Ik praat met haar, trouwens. Oh, oké. Okay. Oh, oh. Ja. Moet ik snel zijn. Agatha, ik ga ook gewoon achter haar staan. Hey, boe. Ah, sta ik ineens voor haar. Nou, dat is... Oh, het is Glacia. Het is niet Agatha. Glacia, Agatha. Allemaal oude vrouwennamen. Mhm. Misschien kan ik een flinchen met Crunch. Oké. En Glalie. Kijk, dat is al meteen makkelijk, denk ik, voor mijn blinde bandiet. Oké. Okay. Oh, level 52 had ik niet verwacht. Ik had hoog verwacht inmiddels. Ice Short? Oké, dat doet echt niks. Nou is, hoe heet het? Makuhita ook echt Bulk City, dus Frostless, kijk, dit wordt een lastige. Ja, wat ga ik daartegen doen? Ik denk maar Gerrit toch? Met Macargo. Macargo? Dus Lava Plume. Confuse Ray. Jij hebt gewoon een vuur-Pokémon doen. Wals je, godverdomme, nu al een full. Nee, want Macargo is even hoog level. Die is 52. Dus ik zou er niet heel zeker van zijn. Nou, meer dan hoe ik het moet aanpakken. Zeg maar, ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, ik heb meer aan mijn Hariyama dan aan mijn Macargo. Oh, ja. Dus, ja. Ik ga toch Crunch doen, heb ik besloten. Nou, ik heb Crunch zo meteen nog nodig tegen de Frostlass. Oh ja, dat is gunstig dat je die hebt. Ik heb geen... Ja. Omnius Wind. Oké, hoeveel doet dat? Oeh, dat doet veel. Oké, ik moet veel Restore doen straks. Hij doet het ook tig keer, dus dan doe ik het ook een keer. Ja, wedden dat hij nu bij mij weer een full restore gaat gebruiken. Ja, hij heeft nog hij heeft denk ik nog 1 HP.
Full Restore. Oké, dan ben ik in ieder geval niet meer confused. Hij deed niet nog, of ze deed niet nog een Full Restore, gelukkig. Heel, yes. Ja, bij mij ook niet. Misschien moeten we na deze battle toch de aflevering beëindigen en dan de andere twee gevechtjes in de volgende aflevering doen. Zijn we al zo lang bezig? Nou, al 20 minuten en ik ben voorlopig nog niet klaar, zeg maar. Ja. Dat is waar. Confuse Ray. Dit vind ik ook wel zo raar. Hoe heet het? Freeze Dry zou super effectief moeten zijn op water Pokémons. Maar omdat hij dan ook ijs is, dan opeens weer niet. Ik snap dat echt niet. Wat? Wacht, hoe werkt dat? Even kijken. Freeze Dry is super effectief op water Pokémons. Ja. Alleen... Dat is op zich wel logisch, want drogen. Ja, dat snap ik ook. Alleen, Walrein is een water Pokémon. Alleen, dan doet hij het weer niet omdat hij ook ijs is of zo. Ik snap het niet. Ja, oké. Ja. Dan is het gewoon neutral omdat ijs tegen ijs. Ja, ik snap het ook niet. Oké. Oh, je bent al tegen de Balrain aan het vechten. Ja, dat is wel pas de tweede Pokémon hoor. Oh, jij hebt toch ook een Cecilio? Ik heb een Walrein. Of Walrein, ja. Mm-hmm. Ja, ik wou net zeggen. Wacht. Ja, klopt toch. Maar dat klopt ook. Ja. Dat verklaart een hoop. Mm-hmm. Heeft ze twee Frostlass? Ja, twee Frostlass, twee Glalies en een Walrein. Dat wordt echt kut. Toch maar mijn Gerrit dan. Ik weet echt niet wat ik anders tegen moet doen. Nou, hoef je natuurlijk niet per se super effective moves te gebruiken. Nee, maar dan schiet het tenminste een beetje op. Ik denk dat als ik dat niet doe, dat het inderdaad echt een lang potje gaat worden. Oké, laat ik maar healen. Hyper Potion. Shadow Ball. Oké, deed niet al te veel damage. Shadow Ball, ja, bij mij wel. Crunch. Holy damn, en een crit ook nog. Doe is rustig, gast. Ja, Frostless is wel power. Dat is wel. Heel oké, dat mag voor mij. Oké, Frostless is dood. Shadow Ball. Hij doet bij mij geen healing items meer, dus dat is wel mooi. Ja, bij mij heeft hij ze ook alle twee al gebruikt. Hij zit namelijk in het geel. Oh, please recrit. Yes. Glalie, doe even voor mij. Oké, Frostless is ook dood. Zijn tweede? Zijn tweede Frostless, ja. Ik moet alleen nog een Glalie als het goed is. Ik ook bijna. Ik moet nog één deze Frostless gaat nu dood als het goed is. Oh, hij mist! Wat een onzin. En de confused hij me ook nog. Wauw. Wauw, wat een bullshit weer. Glalie. Mijn Glalie heeft gelukkig Ice Body, dus die hield elke keer. Oh, maar hij is wel zijn PP kwijt, wat kut. Stacked. Oh, deze Glalie is nu al kut. Had ik nu maar Brick Break gedaan, heb ik niet eens hoor, maar... Gewoon, ik haal Protect gewoon. Yeah. Oh, Glalie, gun mij deze skill, alsjeblieft. Die is neer. Oh, net geen level omhoog. Ik moet alleen die ene Glalie nog. Oh, Medicham evolueert. Meditite. Naar Medicham. Ja, naar Meditite, ja. Nee, naar Medicham. Oh ja, andersom. Ja. Dat bedoel ik. Ik zei het verkeerd, Tom. Ik weet het. Maar dat is wel chill, want... hij is nu level 38 of zo. Maar dan kan ik tenminste iets. Nu die ook nog geëvolueerd is, doet hij ook echt damage. Als ik hem één hit in ieder geval kan tanken. Ja, precies. Dan weet ik niet hoe zijn defenses zijn, maar... Aardig. Oké, lijkt het. Al wel.
Oké. Zou deze Glalie Levitate hebben? Weet ik niet. Ik probeer het gewoon. Maar Levitate... Oh, ik doe iets... fout. Maakt niet uit. Hij heeft geen Een ground aanval, dat is... Ice is toch super effective op ground, dus... Ja, maar het doet wel gewoon normaal. En Earthquake is een goede aanval, zeg maar. Dus doet best wel veel damage. De Glalie is nu dood, dus... Ja, oké. Okay. Gewonnen! Ja, ik ben wel in die brug, zeg maar. Ja. Bij de fire type, daar ben ik prachtig ingelopen. Dat is niet erg. Dus, Okay. Dan doen we hier onze part beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering is, als het goed is, de laatste aflevering. Dan gaan wij het opnemen tegen de vierde Elite 4 en daarna de champion Steven. Ik wil je heel erg bedanken. Vergeet zeker niet te abonneren op Sander's kanaal. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik je heel graag weer bij een volgende aflevering. Adios, amigos.